Twee tegen één met glimmende monsters. Twee bros tegen elkaar. Wie is de echte Pokémon-meester? Je krijgt het voor elkaar. Hallo kijkers van Shiny Sprites, welkom bij een nieuwe aflevering van de Pokémon Glowing Garnet Shiny Case Walk met Sander van Gaming SB. Goed, we gaan Sander er doorheen loten. Moet ik nou door... Wacht, terug. Naar beneden. Nee. Je zei terug. Naar beneden, naar links. Strength. Ja, naar rechts. Naar beneden, naar rechts. Naar boven. Oh, die zag ik niet. Nu wel, inmiddels. Oh, die heb ik ooit ook gehad, ja. Sorry, maar ik weet dat je zei niet te lang moest duren, maar ik moet eventjes hierheen. Ja, maar dat is geen intro momentje. Om een kat er nu uit. Oh, je zei specifiek bij het intro momentje. Ja. Ja, heb je geen repel? Nee, ik koop nooit repels. Zo, denk ik. Naar beneden, ja, naar links, naar boven. Dat is een mandatory. Oké, welke... Deze heeft die Lugia. Deze heeft die Lugia. Oké, maar waar begint hij mee? Weet je dat? Nee, dat weet ik niet meer. Doe maar wat, joh. Gewoon lekker spammen. Ja, ik doe al wat. Even kijken. Ik ga gewoon met Mr. My. Epsil. Dat is een onhandige. Ik ga even naar mijn Bucky toe. There's a bug in the game. Exeter? Want hij is de... Zeg maar, Timmy is de Sean Burke. Mm-hmm. Haha. Delphox, die ken ik. Die kan ik met David uitschakelen. Is een psychic type, hè? Ja. Ja, dan doe ik gewoon surf. Ik denk niet dat dat one KO'd, nee. Not very effective. Looterboy. Okay. Looterboy. Delphox is een... Luxray. Ja. Op zich kan ik dat met hem wel aan, toch? Dat lijkt mij ook. Doordat ik een watermove heb, dan... Kut. 1 HP? Ik ga switchen, sorry hoor, maar... Dit vind ik wel heel eng. Heavy slam. Boink. Is dat geen Oh, hij heeft geen... Oh, hij heeft geen Mr. Ground type, dus ik hoop dat hij poison is. Ik dacht dat die water was. Ja, maar ik heb ook niks tegen water, dus. Zal ik heavy slam? Hij is vast. Raindance. Oké, dat is op zich. Dat was een crit. Dat was een crit. Wie ik zou naar Crobat gaan. Ik zou in ieder geval niet inblijven, want je bent een rock-type. Ja. Oh, hij mist. Acrobatics. Ik weet niet hoeveel dat doet. Deed iets. Hydro Pump. Oh, dat deed ook veel. Ik was wel eerst, toch? Ja, je was wel eerst, maar... Het is geel. In principe is geel over helft. Ja, maar je had al damage gedaan, hè? Je hebt gelijk. Ja, maar ja, als ik nu ga Hyper Potion... Nou, ja, Hydro Pump kan natuurlijk missen. Ja. En heeft maar 5 pp. Ik hoop alleen niet... Dat ik crit. Waar is mijn Full Restore trouwens? Op de volgende bladzijde. Ja, okay. We gaan hem uitstallen. Hij heeft 1 keer gemist. 2 keer gedaan. Wat deed hij? Hij Aeroblast denk ik of Acid Storm. De rain is gestopt, dus zijn hydro pump doet minder. Ja. Zou ik dat kunnen over... Kut. Oh, Acid Storm deed niet zoveel. Dat is mooi.
Maar hij was wel eerst. Denk ik. Ik denk dat zijn hyperpumps op zijn. Nee, hij heeft er nog één als het goed is. In principe, met Rain... Ja, let's go. ...deed 100. Huh? Speed tie! What the fuck? Dat moet wel, toch? Of heeft Acid Storm misschien priority? Dat zou ook nog kunnen. Ah, fuck. Power split. Als je toch twee keer power split doet, dan werkt dat niet, Mr. Circle. Oh, dit was... Dat was niet slim. Flinch. Ja, maar ik moet ook nog... Ik moet ook op mijn PP letten. Ja, je hebt gelijk. Ik kan wel... Ja, ik kan wel... Wacht, hij was ook dragon natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja, ik... Het moet. Ik hoop maar dat ik geen sterke dragon. Hij doet agility, oké. Dat is mooi. Je bent nog eerder na een agility. Je bent gewoon nog eerder. Ja. Yeah. Oké, omhoog. Let's go. Ja, dat is weer mandatory battle. Weet je nog wat deze heeft? Nee. Als eerst. Deze had wel. Deze is wel volgens mij de laatste met 6 Pokémon. Hij is fully healed. Wacht even. Ja, ik ga toch. Ja, sorry hoor, maar ik ga toch even alles. Okay. Ik ga toch even alles op full health zetten. Ja. Oh ja, dit was die Ditto. Dat had ik zelf ook wel kunnen weten trouwens. Ik hoop dat die transformed. Oh, ik ben hier. Deze heeft 2 Ditto's, een Zorua, een Zoroark. En nog 2 Pokémon. Ja, had ik nu maar een Fighting Pokémon. Ik heb Timmy. Ik hoop niet dat deze geïmposterd is. Ik denk het wel. Dan is het de Zorua. Ja, als dat is, dan is dat natuurlijk de Zorua. Dit zal de echte Zoroark zijn. Ja, want die vorige was de Nappa. Oh ja, Cresselia. Oh, gewoon weer excess hoor. Ja. Nice. Mooi joh, die Durant is sterk. Holy shit. Dit, weet je... Hoppatee! Oh, Sceptile, nice! Ja, eventjes een clean sweep trouwens, even een clean sweep. geen clean sweep meer. Geen clean sweep. Dit is jammer. Toch wel. Ja. Een soort van toch wel. Nou, jammer dat hij gewoon alles. Hoezo is die Durant zo sterk? Hoe kan dit? Je moet hier omlaag. En kijk uit, aan de rechterkant heb je zo'n lopend mannetje. Want deze weet ik niet, deze heb ik niet bevochten net. Nee, maar dit is ook een loser boy, dus die kan ik gewoon zo... Wel een dark Pokémon. Nee, oké. Nog een dark Pokémon. En grass. Ik ken iemand, die kan dus een X's hoor. Ja. Ja, dat ook kunt, maar... Acrobatics is ook goed. Shiftry is al een van de slechtste gras Pokémon die er is, dus... Weet je, ik heb hem nu toch opgepakt. Oeh, heeft ja, een item. Ja, weet je, als ik hem toch heb opgepakt en ik heb items. Het was niet wat ik zocht. Maar, ja. Dan moet je dat maar gebruiken. Oké, okay, en nu? Naar beneden. En beneden, naar beneden, naar beneden, naar beneden. En dan in het water. Heel goed. Deze helemaal, heb jij gevochten? Nee, deze heb ik gevochten, deze. Die heeft volgens mij ook één Pokémon. Die heeft één Pokémon. Oh, ik dacht dat die dubbel battle was waar je die één had verloren. Die komt straks. Ah, oké. Okay. Dat was al na de Hitmon. Top. Saint Domingo. Expert. Nou. Zit naar expert. Links. Naar links. Naar links. Dat is rechts. Dat is ja, heel rechts. Goed. Naar boven. De wilde battle.
Had jij wel repels gekocht dan? Nee, ik had er nog toevallig nog. Waarschijnlijk ergens opgepakt. Even gauw kijken hoor. Ja, ik zag al iets van repel staan. Oh ja, nice. Ja. Vroeger dacht ik dus dat het een scam was, omdat... Naar beneden, ja. Naar onder? Ja. Omdat mijn Pokémon waren altijd lager dan de dinges. Ik ga deze ontwijken, hoor. Ja, dus ik weet niet of jij dat ook hebt gedaan. Nee, je moet hier wel naar boven, dus misschien dat hij nog ziet. Ja, oké, okay, maar... Oké. Okay. Ja, nice. Heel goed. En dan heb je de laatste double battle zometeen. Oh, die, ja, die is unavoidable. Dat is Primeape en Musharna. Ja. Fighting is niet super effectief tegen Steel, toch? Of wel? Jawel. Ah ja, maar die heb ik wel 1-hit KO. Ja, dat denk ik ook. Dus... Oké, okay, ik mag ook eerst, dus dat is fijn. Timmy Crew. Oh, nice, ik ga echt nog wel om moeten passen trouwens met mijn levels als zo doorgaan. Nee, want je hoeft nog maar 1 battle zo, dus. Hoef ik alleen de Wally battle? Alleen Wally nog. En was die pittig? Nee, ja, ik had er geen moeite mee. En toen miste ik zelfs Swampert al. Toen miste je Swampert al? Toen miste ik Swampert al. Ja, die verloor ik bij die Musharna en bij die Primeape. Oh ja, klopt. Dat... Ja, oké, okay, nou dat boeit niet. Huh? Oh, dat zie je pas. Het zag allemaal hetzelfde uit voor mijn gevoel. Ik denk, huh? Ja, dit is wel in top speed door de Victory Road heen, eerlijk gezegd. Ja, sorry. nee, dit was serieus. Het was in top speed door de Victory Road. Oh, ik dacht heen. omdat je bedoelde omdat ik speed heb gebruikt. Nee. Het, gewoon, we gingen echt, gaat er echt lekker snel doorheen. Dat is wel nice. Delcat, die... Ja, dat is een ver... Nou, ja. Hij heeft ook maar 5 Pokémon. Dat scheelt. Ja, en zijn laatste is een Mega Gallade. Ja, dat is wel een dingetje. Magnetron. Wat moet ik nou weer tegen zo'n Magnetron? Je hebt geen Fighting. Je hebt ook geen Fire, hè? Nee. Dat is lastig. Flash Cannon doet niet zoveel, wou ik zeggen. Oh, dat is ook net very effective. Kut. Ik zou het gewoon met David doen. Ik zou het gewoon met... dan maar even een Dragon Pulse. Ja, Dragon Pulse of... of Psychic. Dragon Pulse haast. Oh, je kijkt. Nice. Easy win. Surf op PP eventjes, dat kilt toch wel. Maar je hoeft nog maar 3 Pokémon, hè? Ja, maar dus PP is niet zo spannend. Hier, kijk, anders had ik nu geen... Oh, ik heb nog 6. Je hebt nog 6 Psychics. Maar ja, je weet het niet. Je weet niet hoe het loopt. Hij is al fighting, hè? Ja, ook ja. Als het niet gemegat is. Volgens mij wel. Dribble full damage. Ik weet wel snel, ja. Man. Maar ja, het was ook een close combat natuurlijk. Oh, dit is de laatste Pokémon. Oh shit. Nice. Oké, okay, zijn defense en special defense. Dus ja, als ik nu Psychic, dan moet hij wel dood gaan. Kabooming. Easy. Ga niet boos wezen. Ik heb zo net 50 uur gezeten voor een Aaron, oké? Okay? Nee, echt hè. Ik krijg een Dawnstone. Yo. Dikke tease naar Gen 4 trouwens. Oké, die was niet grappig. Oké. Mew tonight. Ja, nee, dank je. Nou, was hij niet grappig? Het was wel echt een tease hoor. Alvast. Oké. Alles even level 60. En even kijken of je genoeg full restores hebt. Oh.
iets te veel op B gedrukt. Sorry dat ik dit zo traag doe, maar ik moet eventjes heel goed kijken dat ik niet per ongeluk overlevel. Ja. Ik zal de mensen alvast de regels even uitleggen. Het staat op dit moment 5-3 voor Sander. Met de allerlaatste cage match is zijn 3 punten te verdienen, dus ik kan in theorie nog winnen. We gaan zo meteen de Elite 4 en de Champion doen. Dat zal deze aflevering en volgende aflevering zijn. En ik denk dat de volgende aflevering sowieso de laatste aflevering wordt. Ook al dat die wat langer eventueel duurt. Ik wil en eigenlijk heel erg voor zorgen dat het duidelijk is dat als jou, alles wat er overblijft van jouw team is wat je meeneemt in de laatste cage match. Alles wat er overblijft van je team, dat is... Ja, precies. Hm. Ja. Dit is wel goed zo, denk ik. Ja, kijk. Ik heb 30 full restores, ik denk... Ja, laten we gaan beginnen dan. 7 voor de classics. Ik doe me denken aan het intro momentje van voor de aflevering. Dat is ook een classic. Door closing, dat is wel heel gemeen. Oeh, dingen gaan vallen en zo. Ik vind het wel echt een vette Elite 4 qua visuals. Dat is waar. Is het oké, okay, en wat voor man ground? Is het? Ik denk ja. Dat het... Dit is een allebei de... Is oh, is ik had... Goed. Ik weet niet of je Evers kunt kopen, maar daar had ik me ook nog wel op mogen letten. Oké, okay, ik heb wel wat. Op zich, ja, dat is wel genoeg. Weet je, hoe vaak gebruik je nou echt Eater? In Poker Rogue heel vaak. Ja, maar ik bedoel, in Elite 4, vaak heb je er net 1 of 2 nodig, weet je wel, ja. Voor die paar moves. Dus voor Psychic en Acrobatics of zo. Dus dan heb ik aan 4 wel genoeg. Zit. Machtige hyena. Machtige hyena, dat vind ik wel heftig hoor. Heftig. Oh, dat vind ik oprecht heftig, bedenk me nu. Oh ja, hij is dark type. Door de beginscherm dacht ik dat hij ground was. Ja, dat dacht ik ook even. Oh ja, en had je ook al gezegd dat we 60 deden en dan zeg maar ja, dat het niet dat uitmaakt hoeveel. Ja, dat hebben we besproken in de aflevering. Ah, oké. Okay. Maar inderdaad, het maakt niet uit hoeveel we overlevelen nu. We hebben alle Pokémon op 60 gezet. En daarmee mogen we gewoon dit helemaal gaan doen. Ja. Ik hoop dat ik hem nou kill, want anders wordt het wel kut met zijn nasty plot. Shiftree doet waarschijnlijk niet heel veel. Nee, dat is waar. Maar ja, geen nasty plot is wel opeens keer 2, hè? Ja, dat is waar, dat is waar. Ik denk dat ik voor mijn X-Sister ook nog wel dingetjes nodig heb. Ja, ik kill alles met Azumarill. En dan is hij, ja, en dan is hij niet eens goede nature. Scherpe Pedo vind ik dan nog wel enigszins eng. Oh, huh? Okay. Wat? Dit is Mega Sharpedo, maar niet met de Megastone. Huh? Echt? Oh, ja. Yeah. Een Delta Chestnut, maar het is nog steeds een Dark-type, dus... Ja, waarschijnlijk wel. IJs waarschijnlijk ook. Ik neem aan dat het wel killt of Chestnut... Of is Chestnut heel bul... Mitchell? Oh. Oké. Okay. Oh, wacht, dat is helemaal niet zo heel erg. Hij heeft wel mijn speed verlaagd, dus... Verlaagd. Ja, goed. Nog een full restore. Pain split. Ja, ik ga toch. Ik
ik Scizor. Ja, oké. Okay. Ik ben nog wel eerst, dat is fijn. Wat is zijn laatste Absol? Ja. Sorry, maar... Misschien was super effective mijn X-Scizor? Ik wou zeggen, misschien is hij niet dark, maar... No, fairy. Oh ja, dat is wel super. Me first? Wat doet dat dan? Oh, dat is helemaal niet zo heel erg. Oh, mijn citrus berry. Ik heb er nog één, volgens mij. Hij avoidt al mijn attacks, what the fuck. Ik had oprecht die andere citrus berry ook moeten pakken. Ja, dit is... Dit is de risky move. Ik ga geen guillotine. Mm-hmm. Je hebt het niet al verslagen. Lekker bezig, Sander. Ja. Ja, laten maar we Phoebe ook doen deze. Ik had een, ook een... Mr. Timmy, hè? Ik had ook Timmy. We gaan de volgende nog doen. En dan ja. Is het Sloes. Voor deze aflevering wel, ja. Phoebe is ghost. Daar heb ik dus ook mijn ding voor. Trouwens. Team pp. Nog een keer bulk up, maat. Kan ik zien? Ik kan niet zien. Ik zit even net 6, dat is zonde om mijn PP restore te gebruiken. Toch ga ik het doen. Denk ik. Dat is het nadeel van als je alles ineens gaat soloen. Ik ga dit niet soloen hoor, maar... Kijk er dansen dan, wat de freak. Lekker. Gaat het wel goed met haar? Zeker gaat het goed met haar. Nou, zo ziet ze er niet uit. Oké, Absol is ook on. Phoebe. Ik ga jou verslaan, Phoebe. Met je veel te grote hoofd. Wow. En je klein lijfie. Ja, kijk dan. Oh, nee, valt wel mee van deze kant. Wel iets wat groot, maar niet heel extreem. Kijk, daar ziet het er beter uit. Hier, in deze artwork. Yo, dus de klops. Hij deed even klop op hout. Want het was een dus klops. Ja, dat doen ze wel eens. Under pressure. Dat is ook echt best wel kut trouwens. What? Is not very effective? Ben ik in de war? Wat deed je? Itches hoor. Ja, dat is niet super effective op een ghost type. Ik ben in de war. Crunch wel, dat is wel super effective op een ghost type. Ja. Zolang hij maar niet super effective op mij is. Voelstor. Ik denk nu wel, omdat ik half damage doe, dat hij niet nog een keer gaat voelstor. Dus dat is op zich wel gunstig. Even kijken, wat komt er? Sableye. Ja, dit is dus heel naar voor mij, hè? Die ga ik wel even met David doen, denk ik. David Adams. Evans, bedoel ik. Is alle twee wel een personage, trouwens. Wojo. David Adams is ook een... Een echte one. Een echte one? Een echte one. Niet een echte two. Ze zijn wel super effective op mij, dus ik moet wel hopen dat ik hem 1 KO. Ik ben wel legend, dus. Dus Knoar.
Je zou zeggen dat Greninja het KO zou zijn, maar dat valt niet tegen. Ja, die Dusclops is best wel eng hoor. Dragon Pulse, ja, ik moet het doen. Ik weet niet van wie, maar... I mean, look, dat is dom van hem. Want ik kan nog een keer Dragon Pulsen. En kijk, dan is hij neer. Gengar, kijk. Maar hier hebben we Psychic type voor. Niet Mega, niet Mega, niet Mega. Oké. Okay. Benet. Ik ga... Wat heeft hij dan? Ja, ook niet echt heel veel tegen. Ik denk dat ik Timmy moet gaan healen en dan gewoon Crunch moet doen. Dit is een lastige voor mij, de Ghost. Maar ja, anders had ik zelf een Benet gehad. Destiny Bomb, nee. Ga je killen? Oh. Ja. Wat naar dit. Wat naar. Oh, Mega. Benet ook nog. Wat dit is best gevaarlijk trouwens. Embargo. Oh! Dat is oprecht wel kut. Ik kan geen items gebruiken. Crunch. Snatch. Oh. Oké. Heb jij maar. Ben jij. Bij jou Mega Evolved die niet? Of ben je nog bij die andere? Ik ben nog bij die andere. Oh. Wat zijn de volgende twee ook weer? Social Dragon? Dragon skills. All of my dragon skills. Ja. Oké. Okay. Ik ben echt boos van die Destiny Bond. Dat snap ik. Ik zou ook boos zijn. Je bent... Ja. Je staat in je recht, zeg maar. Dus, ja. Maar goed, je... Ja. Ik ben gewoon een Pokémon kwijt, niet eens omdat ik een misplay heb gedaan. Gewoon omdat Destiny won. Wow, ja. Fuck. Dat deed je bij mij ook niet, hè? Nee. Maar ik was ook eerst. En Destiny won werkt volgens mij niet met priority. Dus volgens mij heb je gewoon Destiny won. En als dat de tweede aanval is, dan werkt het pas de tweede turn. Volgens mij werkt het helemaal niet als je dan minder, als je minder snel bent. Volgens mij wel. Volgens mij kun je dan predicten, zeg maar. Goed, bedankt voor het kijken van deze aflevering. De volgende aflevering wordt de laatste aflevering. Is nog twee Elite 4 members, de champion en de laatste cage match. Bedankt voor het kijken. Adios, amigos.